Het afgelopen seizoen hebben we ook veel verslaggevers op pad gestuurd en die bezochten topsporters met vinnige vragen. Deze overwinning gaat in alle sportoverzichten komen. Welke muziek moeten ze er dan onder monteren, vind jij? Ja, wel een heroïsch muziekje ook, hè? Ja. Ja, toppers? Nee, absoluut niet. Hoe belangrijk is muziek eigenlijk in het kunstschaatsen? Heel belangrijk. Wietman en... Oh. Zou je openstaan om Danny Blind te gaan assisteren? Daar heb ik geen antwoord op. Waarom niet? Omdat ik dat niet doe. Dat is toch ook een antwoord? Mag ik? Ja, nou. Je zegt dat je geen antwoord geeft, is toch in principe ook een antwoord? Ja, dat is, nou klopt. Je gaf wel een antwoord. Dus je hebt je antwoord. Ik zie het lopen, Bouke. Ja. Gaat goed. Maar ik moest het ook nodig, hè? Is dat onderdeel van jouw techniek? Nee, maar mijn spanningsboog. Om mensen, spelers. Om mensen te irriteren? Helemaal niet irriteren. Ik irriteer je tot... Dit is irritant. Dit is irritant. Oh. Gaat het, heb ik? Ah, tuurlijk. Zullen we even judo hoor? Ja, dat is goed. Ja, maar ik heb maar één hand, hè? Ja, dat maakt me niet uit. Ik kan je wel met één hand dan. Hé, godverdomme. Ja, in het begin van het filmpje zagen we Tom Dumoulin. Hoe kijk je naar hem? Ja, een heel talentvolle wielrenner. Ja, bijzondere jongen ook wel, toch? Ja, maar ik denk dat alle topsporters bijzondere mensen zijn. En ja. Die ergens ontzettend goed in zijn. Volg je het wielrennen ook op de voet? Nou, niet meer zoals als vroeger, zeg maar. In mijn komt het tijd door de doping? Joop Zoetemelk, Henny Kuiper. Ja, dat komt ook wel een beetje door de doping. Ja, je bent er wel een beetje flauw van. Ja. Ja. Maar ja, andere sporters hier weer omkoping. Dus je zou kunnen zeggen, dat is een beetje inherent aan mensen die alles doen om een prestatie te leveren. Die gaan ook als over het randje. Ja, nou ja, oké. Dat mogen ze van mij. Dat moeten ze zelf weten. Dat is hun eigen gezondheid. Maar je hebt daar zelf ook bepaalde denkbeelden bij. Dus ja, wat heeft het voor zin om 7 jaar lang Armstrong te volgen en dan horen dat hij al zijn titels kwijt is? Heb je er in het voetbal wel eens last van gehad? Van de omkoopschandalen? Zover ik weet is er ooit wel een keer een wedstrijd geweest waarin in de rust iemand naar onze voorzitter is geweest. En inderdaad geld heeft geboden voor een uitslag. Maar daar is geen gehoor aan gegeven. In Duitsland? Nee. We zijn toen de tijd al in de Toto. Oké. En er is toen geen gehoor aan gegeven en er is aangifte gedaan? Nee, er is geen aangifte gedaan. Nee. En doping? Gebeurt dat wel eens in het voetballen, denk je? Wat we in het wielrennen zagen? Wij worden in het voetbal bijna iedere wedstrijd gecontroleerd. Worden ze ingevlogen tijdens trainingen. Hè? Dan word je tijdens de training word je geconfronteerd met, met iemand die doping onderzoekt. Hè? Urine inleveren. Dus, en ik ben eigenlijk dat nog nooit tegengekomen. Want wat is gehoord, dan hoort is cocaïnegebruik of marihuana. Maar dan meer in het uitgaansleven? Ja, dat gebruik je dan meestal in het uitgaansleven. En volgens mij word je daar ook niet veel betere voetballer van. Nee, wat vind je daarvan? Als mensen dat doen per ongeluk of uit de belorenheid? Ah, het is niet slim, want je wordt geschorst voor 2 jaar. Hè? En je dupeert je club en je ploegmaten, maar met name ook jezelf. Ja. Zo'n Tom Dumoulin, geloof je die dan wel? Wat? Zo'n Tom Dumoulin, die we zagen, geloof je hem dan wel? Nou, ik vertrouw iemand zolang hij ergens voor staat. Maar ja, fijn, ja, wat is dat waard? Ja. Ik bedoel, ik kan wel waardering opbrengen, want ondanks dat hij doping gebruikt of zou gebruiken, of wielrenners die, of wat voor sporters ook doping gebruiken, moeten wel ontzettend hard trainen om toch nog tot een hele goede prestatie te komen. Ja, maar er is nu een jonge groep wielrenners die zegt, ja, wij doen het allemaal wel schoon. Alsjeblieft, geloof ons. Geef ons een, nou ja, 60ste kans, is het ondertussen. Ja, en ondertussen zijn er steeds weer dopinggevallen, wordt het bekend. Ja, Wiggins hebben we natuurlijk net gehad. Ja, je hebt steeds betere opsporingsmethodes en klaar. Voor mij mag het ook vrijgeven, hoor. Vind ik ook prima. Maar ja? Loopt het dan niet uit de hand? Kijk, iedereen bepaalt op een gegeven moment zelf tot hoever die gaat. Ja. Je speelt wel met je gezondheid. Hè? En dan kun je beter onder auspiciën van een verantwoorde arts gebruiken dan niet. Dus doping vrijgeven vind je eigenlijk een betere oplossing? Ik weet niet of dat een betere oplossing is, maar op een gegeven moment heeft al de methodes die we nu hebben ook nog niet geleid tot een schonere sport. Nee. En dan is het wel een oneerlijke competitie. Enige jammer is dan wel als kinderen dan gaan wielrennen en clubkampioen willen worden, daar sijpelt het dan natuurlijk ook naartoe. Ja, maar als je nou hoort van de generatie in de jaren 90, 2000, dat is toch triest. Die wisten gewoon op het moment dat ze 15, 16, 17 jaar werden en gekozen werden om in het profcircuit te gaan fietsen, dan moesten ze kiezen voor doping, want anders kwamen ze niet mee. Nee.
Ja, dus het ging niet alleen om de nummer 1, maar het gaat ook om de nummer 12 die gewoon knecht is. Ja. René van der Gijp, daar zit jij wel eens mee aan tafel. We hebben Maxime Hartman, die zagen we net ook. Die ging naar hem toe. Laten we daar eerst even naar kijken. Begin hier lekker. Ik sta hier naast René van der Gijp en stel jezelf even voor. Nee, dat doe ik niet. Ik ben slecht in de aanmaak, maak het uit. Je bent een toppertje. Het is in principe gewoon een ex-voetballer, zoals er zoveel zijn. Wat maakt hem nou zo interessant? Nee, maar jij zegt zoals er zoveel zijn, dat is juist helemaal niet waar. Er is maar één René van der Gijp. Er is voor hem nooit zo'n type geweest. En nou, ik heb je wel eens andere dingen horen vertellen toen hij er niet bij was. Helemaal niet. Ja, René van der Gijp, bijzondere man. Behoorlijk hard in zijn kritiek naar anderen toe. Jij bent een man van norm en waarde, dat zei je net. Hoe zit jij daar dan aan tafel bij Voetbal Insight? Ja, ik heb met René nog gevoetbald, hè? In zijn nadagen, bij Heerenveen. Ja. Dan speelde ik zelf nog bij Heerenveen, was ik aanvoerder. Ja, het is gewoon... kijk, Voetbal Insight, dat is een programma waarin je dat eigenlijk zou kunnen zeggen... je zit aan een stamtafel in een kroeg. Zo, ja. Zo wordt er over mensen gesproken. En dat doen, maar dan is het voor tv, er staan camera's bij. Ja, wij zeggen ook wel eens dingen tegen elkaar van de koffie die we misschien niet voor de camera's zeggen. Ja, oké, maar als je kijkt, ik probeer het in ieder geval nooit beledigend te laten zijn. Dus ik probeer de zakelijke kant aan te houden en mijn mening te ventileren wat ik van iemand vind of wat ik van de situatie vind. Ja. En dat past goed, vind ik. En wat zij zeggen is hun verantwoordelijkheid. En ik kan niet zeggen dat ik af en toe... Maar dat is wel het programma, dus daar ben je dan zelf ook een beetje medeverantwoordelijk voor als je daar gaat zitten, toch? Nee, ik ben niet medeverantwoordelijk voor wat zij zeggen. Hè? Want ik weet, als ik er kom, weet ik niet wat er besproken wordt. Maar je commenteert je wel aan zo'n programma, toch? Ik commenteer me aan zo'n programma, daar heb ik geen enkele moeite mee. Want dan zou ik het inderdaad ook niet doen. Hè? Nee. Ik ben even advocaat van de duivel. Ik vind dat ook dat ze mogen zeggen wat ze willen. Ze mogen me helemaal afbranden. Maar ik kan me voorstellen voor jonge voetballers, die zijn soms 18, 19, ontzettend onzeker, dat ben je op die leeftijd, dat het best wel lastig is. Ja, maar dan kom je dus terecht bij mentale training. Ja? En dat is bij voetballers nog steeds een taboe. Ja. En als je daarin kijkt naar individuele sporters, dat die er eigenlijk al veel eerder in zijn, al veel verder mee zijn en dat ook meer geaccepteerd hebben, dan denk ik dat voor jonge voetballers heel goed is om die kant in te slaan en echt mentaal te trainen. Maar hoe doe jij dat als coach? Nou, ik geef ook mentale training aan mijn spelers en leer ze omgaan met de druk van buitenaf. Hè? Met het moeten presteren, ja. Met de omgang met de media, met de omgang van slechte kritieken. Ja, met een manier van focussen, met een manier van waarnemen, met visualiseren. Ja, dat zijn allemaal dingen die je in je training terug laat komen. Maar toch, dat is wel lastig hoor. Ik bedoel, je kan heel veel mentale training krijgen. Ik geloof best dat het een beetje helpt. Maar er kijken 1 miljoen mensen naar. Voor 1 miljoen mensen word je gewoon publiekelijk helemaal afgebrand. Ja, maar dat zeg ik al. Op het moment dat jij... Wij kunnen daartegen. Ik bedoel, wij, ja, maar ook dat is weer gedachtencontrole. Op het moment dat jij dat laat gebeuren. Hè. Als jij toestaat dat anderen over jouw geluk gaan, ja, dan heb je een heel ongelukkige toekomst. Ja, ja. Dan zul je ook nooit succesvol zijn. Nee, dus je vindt dat die mensen moeten dat maar aankunnen? Moeten die dat aankunnen, maar ze moeten in ieder geval leren ermee om te gaan. Ja. Maar ze hebben ook gekozen om in dat vak actief te zijn. Ze verdienen er ontzettend veel geld mee. Ja, en dan ben je een publiek figuur. En je kunt ook bij de amateurs rustig een balletje trappen met heel veel plezier. En er zijn heel veel goede voetballers die dat ook verkiezen. Die op een gegeven moment de spanning niet aankunnen, niet tegen slechte kritieken kunnen. En dus lekker bij de amateurs gaan lopen ballen.